Rijnsburgse Boys neemt het op eigen veld op tegen Jong Sparta. Twee ploegen in last. Jong Sparta, hekkensluiter, heeft pas 3 punten. Rijnsburgse Boys doet het niet heel veel beter, heeft 4 punten. En waarom staat Rijnsburgse Boys zo laag? Nou, hierom bijvoorbeeld. Serboni heeft een reputatie als doelpuntenmaker, maar die houdt hij hier goed verborgen. Wat een kans, zeg, voor Rijnsburgse Boys. Bij Jong Sparta staat Dalibor Volas in de basis. Spits van het eerste elftal, maar heeft volgens trainer Alex Pastoor nog niet het gewenste niveau. Combineert hier wel uitstekend. Doe dat met Dervi Zoglu. En hij schiet Jong Sparta op voorsprong. Een doelpunt tegen de verhouding in. Daarna is Rijnsburgse Boys het wel helemaal kwijt. Maar de thuisploeg krijgt hulp. In twee instanties. Let goed op wat de doelman Brian Jansen doet. Raakt hier de bal compleet verkeerd. En dan de bal van Tillema. Dat lijkt toch een makkelijke vangbal. Maar dat is het niet. Deze kan zo in de lijstjes met grootste keepersblunders ooit. Wat een fout van Brian Jansen. De uittrap, nou goed, dat is hem dan vergeven. Maar hier, ook al wordt hij misschien wat gehinderd door de zon, moet hij die bal gewoon hebben. Ja, hij heeft hem niet en dus gaat Tillema de boekje in als doelpuntenmaker. Zijn 5e al van het seizoen. En de Rijnsburgse Boys drukt dan door. Dit is een mooie aanval en als alles dan tegen zit, zit het helemaal tegen voor Jong Sparta. Jelle Klap moet een sliding maken omdat Tillema bij de tweede paal loert op een intikker. Klap voorkomt dat wel, maar de bal gaat evengoed achter doelman Jansen. En dat zal je altijd zien als je laatste staat, krijg je dit soort doelpunten ook nog eens tegen. Rijnsburgse Boys dus ontzettend in het zadel geholpen. Zelf kunnen ze ook nog een keer scoren via Halman, een invaller. Hij bezorgt Rijnsburgse Boys de tweede zegen van dit seizoen. En drukt zo Jong Sparta nog meer in de problemen. Rijnsburgse Boys wint met 3-1.